Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Oeh, daar zijn we weer! Ik sta hier vandaag met Benny, de beruchte piratenbaas. En we staan hier voor het standbeeld van Brownpill die door meneer KB is gemaakt. Ik wilde hier gewoon even vrolijk in de winkelvallei beginnen, omdat vorige aflevering is er zoveel progressie gemaakt. De boom is gebouwd, het ding hier is gebouwd. Niet eens door mij, maar hij staat er gewoon ineens. En Benny ziet er prachtig uit vandaag. Benny, ik moet zeggen, je ziet er echt goed uit vandaag. En jullie thuis ook! Je ziet er mooi uit. Dacht dat was heel vreemd. Dat heb ik nooit gezegd. Dat was heel vreemd. Jongens, er staan een aantal leuke dingen op de planning vandaag. En dat is allemaal bij mijn eigen basis. Dus jullie vragen er af en toe wel zo. Max, doe ook gewoon weer een hele aflevering. Alleen maar progressie bij je basis. Dit is zo'n aflevering. Ik heb hier een boekje. Ik kan helaas alleen niet rijden en lezen tegelijkertijd. Dus laten we eerst even naar huis gaan. Altijd verstandig zijn, hè, jongens. Niet rijden en niet lezen op hetzelfde moment. Maakt niet uit of de auto is. Maakt niet uit of de paard is. Maakt niet uit of de fiets is. Maar als het Minecraft is, mag het misschien wel. Ik bedoel, in Minecraft boeit het niet zoveel. Goed, de taken voor deze aflevering. Ik had in de vorige video een brief gekregen van meneer KB en daar stond in dat hij zich zorgen maakt over het feit dat mijn paarden geen stal hebben. Want ik heb natuurlijk nu Benny hier en we hebben de dochter van Benny, die staat daar. En die hebben allebei nog geen stal. Dus we moeten een stal bouwen. Kijk, kijk, dit moeten we bouwen. Een stal. Vervolgens heb ik ook een papiertje gekregen waar staat kapitein Brug kapitein. En daarmee bedoelde meneer KB dat er bij kapitein Bruinbaard, het al bekende standbeeld natuurlijk, nog helemaal geen brug is. Wat betekent dat het nog niet cowboy vriendelijk is. Kijk, het is piraatvriendelijk. Je kan er gewoon met de boot heen hoe je wilt. Maar een echte cowboy zoals meneer KB, die kan niet nu naar de overkant met zijn paard. En dat is gewoon zo ontzettend verdrietig dat we dat gewoon gaan oplossen deze aflevering. Dus kijk, brug gaan we ook bouwen. En dan tot slot, jongens, wat ook nog deze aflevering moet gebeuren, is hier bij de schiereilanden die wij twee afleveringen geleden, niet vorig jaar, twee afleveringen geleden gemaakt hebben. Hier is dat. Kijk, daar loopt het water natuurlijk nog niet doorheen. Dus wat wij gaan doen, we hebben die beacon hadden we al een tijdje geleden klaargezet. We moeten hier het water door laten stromen, zodat het daadwerkelijk eilanden zijn, want nu staat het gewoon allemaal op stenen. Ziet het er eigenlijk helemaal nog niet zo heel netjes uit. En ik dacht, dat is nou een mooi taakje mee te beginnen, want hier hoef ik eigenlijk weinig op voor te bereiden. Ik moet het gewoon een beetje mooi hakken. Dan moet ik een paar leuke blokken toevoegen hier en daar. Dan gaat er water doorheen, boommielen we het even. Ik denk dat ik hier hooguit een half uurtje, uurtje misschien mee bezig ben. Dus laten we gelijk beginnen, samen met kapitein Bruinbaard in de achtergrond, met de eerste timelapse van deze aflevering. Veel plezier met kijken, doei! Daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En wat ben ik blij met dat eindelijk de schiereilanden hun water gewoon hebben. Het was altijd zo niet af. Althans altijd, het was maar twee afleveringen eigenlijk. Maar met het water er doorheen komt het zo erg tot z'n recht. Laten we even hier naar de overkant springen. Zoals je misschien hoort, zwemmende, lopende zombies en skeletons en weet ik wat allemaal dwars door de eilanden. Door de eilanden, in de eilanden. Ik moet het eigenlijk nog even een beetje belichten van binnen. Maar dat komt allemaal wel. Voor nu laten we er even doorheen varen, zodat jullie kunnen
kunnen zien wat ik bedoel met kijk dit dan. Dit ziet er toch leuk uit. Je kan nu letterlijk gewoon door de schiereilanden heen varen. En het is ook gewoon sneller. Stel, ik wil nu vanaf hier bijvoorbeeld naar kapitein Bruinbaard daartoe. Kan ik gewoon door de eilanden heen varen. Hoef ik niet helemaal om het eiland heen. Ja, het ziet er echt leuk uit. Het enige wat nu nog moet gebeuren is kijken wat we erop gaan doen. En dat komt ook nog wel. En ik zeg dat al 3 afleveringen. En ik wilde het eigenlijk deze aflevering doen. Maar ik moet nog een brug bouwen. En ik moet nog paardenstallen bouwen. Dus dat redden we helaas niet. Maar het feit dat de schiereilanden gewoon af zijn, dat is wel in ieder geval heel wat leuks. Je kan er gewoon rustig doorheen varen. Het ziet er mooi uit. Heel veel potentie om leuke dingen op te bouwen en zo. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar goed jongens, dit is niet het enige wat ik heb gedaan. Jullie hebben natuurlijk deze timelapse gezien waarin we dit gebouwd hebben. En in de tussentijd heb ik nog wat extra dingetjes gedaan. Ik moet namelijk stallen bouwen en ik moet een brug bouwen. Dus wat heeft Max nou vast gedaan in de tussentijd jongens? Als wij nou even met Benny hierheen rijden, dan komen we bij de locatie uit waar de brug gebouwd moet worden. En daar zie je een chocobox staan en dan voel je hem al aankomen jongens. Let op. Badabim, badaboom. Ik heb alle spulletjes al verzameld voor mijn prachtig kleine bruggetje. Hier moeten we een bruggetje gaan bouwen. En mijn design wat ik hiervoor ga doen is een soort oud en vervallen bruggetje. Een beetje alsof het bruggetje er net zo lang staat als kapitein Bruinbaard zelf natuurlijk. Wat zit je mij te... Oh ja, ik heb natuurlijk een wortel in, man. Hier, neem lekker een wortel, Benny. En wat ik ook nog gedaan heb. Ik heb niet alleen de spulletjes verzameld voor ons, voor ons prachtige bruggetje hier. Nee, nee. Als we weer even op Benny stappen en we rijden een stukje terug naar onze basis... Dan rijden we even hier langs mijn huisje, wat eigenlijk leeg is, waar niemand woont of zo. Maar het ziet er wel leuk uit. En dan komen we hierboven bij mijn netherportal. Als ik dan Ben hier even neerzet weer, dan zie je 3 shulkerboxen staan. Helemaal vol met allemaal prachtige blokjes. Want, jongens, ik wil hier, waar deze bomen nu staan en waar eigenlijk mijn netherportal staat, wil ik allemaal gaan slopen. Dan deze boompjes hier ook weghalen en dan wil ik hier de stallen bouwen. En dan denk je, waarom hier, waarom niet wat dichterbij... Wie is dat? Wie loopt hier? Is dat meneer KB? Volgens mij liep... Ik zag een name tag. Volgens mij ging meneer KB er heel snel vandoor. Maar goed, ik wil ongeveer hier die stallen gaan bouwen. Puur omdat dit het dichtst is bij de winkelvallei. Dit is het dichtst bij meneer KB. Trouwens, dan kan je hem beter daar bouwen. Maar dit is zeg maar het kruispunt naar alles. Naar mijn boot, naar meneer KB en naar de winkelvallei is dit kruispunt hier. Dus als ik hier nou de stallen bouw, kan iedereen hier zijn paarden kwijt doen. Als je hier even langs komt, kan ik mijn Benny kwijt. De dochter van Benny. En jullie hadden allemaal namen achtergelaten. Bertha, Merde weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Ik vond Bertha wel een leuke. Ben je gek aan het doen, Benny? Benny, wat ben je echt? Komt omdat je een wortel wil? Volgens mij wel, hè? Ik ben echt heel druk, omdat ik die wortels in mijn handen heb. Volgens mij, kijk, als ik de wortels loslaat, doet hij weer rustig. Op het moment dat ik een worteltje in mijn handen doe, oh, nee hoor. Dan wordt Benny helemaal gek, zoals jullie kunnen zien. Maar goed, laten wij niet beginnen met de stallen. Nee, ik wil eerst even beginnen met de brug, want dat is een klein project. Ik gok dat ik daar maar een half uurtje mee bezig ben ongeveer. Dus ik vind dat wel mooi om mee te beginnen. En we moeten wel een beetje op de tijd letten natuurlijk, want ik moet 3 timelapses doen deze aflevering. De eerste is al gehaald, dat is het water daar. De tweede gaat zijn de brug hier bij kapitein Bruinbaard. Dus laten we Benny maar snel een plekje geven hier. Hoppakee, 1, 2, hier zo. En beginnen met de tweede timelapse van deze aflevering. Kapitein Bruinbaard, zijn brug naar het continent van Cold. Ik heb geen idee. In ieder geval een brug naar kapitein Bruinbaard. 3. Soms is tellen zo moeilijk. 3, 2, 1. Daar zijn we weer. Het was een mini timelapse. Volgens mij was hij maar 2 shots. 1 shot onder water waar ik dit gedeelte hier heb gemaakt. En 1 shot boven water waar het bruggetje zelf natuurlijk is gemaakt. En het is een heel simpel bruggetje. Zoals ik al zei, heel moeilijk kon hij natuurlijk ook niet zijn. Want de ruimte die we ervoor hadden was ook maar minimaal. Maar het is precies wat we nodig hadden. Een eeuwenoud bruggetje voor een eeuwenoud standbeeld. Ik ben zelf heel blij met het resultaat. Het is gewoon zoals ik al zeg. Ja, het is helemaal van steen. En er ligt dirt en mos en gras en weet ik van wat allemaal op. Het ziet er eigenlijk niet uit. Maar dat was natuurlijk ook een beetje het idee. Benny, je krijgt weer een worteltje van me. Dan heb ik hier het papiertje. Kapitein Brug. Kapitein, die heb ik volgens mij vorige aflevering uit mijn postbus gepakt. Goed, laten we die even afleveren bij meneer KB, zodat hij weet dat de taak is gedaan. Oh, het ziet er ook goed uit van afstandje. Het is gewoon echt een oud stenen bruggetje. Zo te zien is meneer KB in de winkelvallei. Dus gaan we even de route doen vanaf zijn baas. En als het goed is, komen we dan. Ja, daar is hij al. Billy de legende. Billy de cowboy, jongens. Het andere standbeeld. Het derde standbeeld van Cold Red Veen. En het voegt zoveel toe dat je nu op de routes naar bijvoorbeeld de winkelvallei gewoon Billy het standbeeldje ziet. Billy de cowboy. Het ziet er geweldig uit, echt waar. Maar laten we snel door... varen wil ik zeggen. Ik ben echt een piraat. Ik wil gelijk weer varen zeggen. Laten we snel doorrijden.
Ik wil deze aan meneer KB geven, zodat we onze stallen kunnen bouwen. En hem trots kunnen maken dat we eindelijk met onze paarden bezig zijn. Dat we ook zelfs piraten gewoon voor paarden kunnen zorgen. Wat voor piraat ben ik dan gewoon? Wat voor goede piraat ben ik? Oh, kijk dan jongens. In de vorige aflevering heb ik natuurlijk de boom gemaakt. Maar ik heb hem nog nooit vanaf deze hoek gezien. Ik ben zo blij dat ik vorige aflevering die boom een keertje heb gemaakt. Kijk hem shinen dan. Oeh, dan wil ik gelijk even langs de takenlijst. Want als het goed is, is de takenlijst geüpdate, hoorde ik van mensen. En dat er ook een taak voor mij op staat. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik heb vorige aflevering natuurlijk ook het takenbord aangepast. Dus ik ben wel eventjes mooi benieuwd. Waar is onze cowboy? Volgens mij is hij in deze winkel. Ja, daar is hij. Kijk. Dan zou je hem hebben. Met zijn... met zijn cowboyhoed op zijn hoofd. Hier, dan ga ik afleveren. Komt hij? Deze is voor jou. Alsjeblieft. Benny is in de tussentijd een soort eigen feestje aan het houden. Ik weet niet wat Benny aan het doen is. Kom door die stomme wortels in mijn handen. Daarom wordt hij zo gek. Hey, ik heb je een papiertje gegeven. Mijn taak is volbracht, KB. Dat is wat ik kan doen. Mijn taak is volbracht. Hallo? Howdy. Hallo, ahoy. Het is gelukt. Het is gelukt. Howdy, howdy, howdy. Wacht, ik heb mijn paard. Ja? Ik heb mijn paard. Momentje. Dan kom ik achter je aan. Kijk, mijn paard is zo trouw aan mij. Ik hoef gewoon niet een lead aan hem te doen. Hij loopt toch wel met me mee. Zie je hoe trouw mijn paard is? Dat is hoe goed ik voor hem zorg tegenwoordig. Leuk om te zien. Heb je al een stal? Ja. Nee, die ga ik nu bouwen. Ik wil even laten weten dat ik de brug gebouwd heb naar kapitein Bruinbaard. Ik kom even met je mee. Dan kom ik even kijken. Ja, prima, prima. Ik loop in de tussentijd even naar het takenbord, hoor. Want ik hoorde dat ik ook een taak heb gekregen. Heb je een taak gekregen? Oh, nu ben ik ook wel benieuwd. Ja, ik hoorde dat ik een taak heb gekregen. Wist je trouwens dat de dochter van Benny sneller is? Ja, die is sneller dan Benny zelf. Daar was ik ook al achter gekomen. Ik twijfelde eerst, maar toch wel definitief als kracht gekomen. Kijk, doe even zo. Hier op, oké. Kleedjes, ja. Hé, iemand heeft ook kleurtjes gegeven. Ja, leuk. Leuk om te zien. Ja, Max Netherhub bouwen. Hoezo moet ik dat in mijn eentje doen? Hoezo moet ik dat alleen doen? Weet je wat voor taak dat is? Dat is ook jouw favoriete klus, toch? Nee, ik haat de Nether. Echt, ik heb zoveel belangrijkere dingen dan Netherhub bouwen. Ik vind het wel een mooie. Ja, het is een mooie taak, maar het is wel echt een... Weet je hoe groot de Netherhub is om te maken? Ik heb het er niet op gezet. Dat kan ik je wel vertellen. Hij is wel bruin. Dat is wel een kleurtje voor jou om te doen. Dat is wel waar. Bruin is wel mijn favoriete Minecraft kleur. Maar, ja, dat zie ik aan je beta. Je stukje nu al alles. Ja, prima. Nee, maar Netherhub bouwen. Wie heeft dat nou weer bedacht? Ja. Jij moet de boom binnenkant doen trouwens, hè? Ja, ik heb daar echt een heel vet idee voor. Maar dat komt later. Moet nog een beetje uitwerken. Dit bord ooit ook in de boom heeft gehangen. Net zoals dat bord daar. Maar dat hij uiteindelijk gewoon hier is neergezet. Dat is het verhaal. Ja, weet je wat ik dus zag? Op dat bord staat gewoon... Abonneer op meneer KB. Nee, dan lees je het verkeerd. Er staat echt... Abonneer op Walnut en KB. Eigenlijk als ik nou gewoon dat laatste standje... één laatste weghaal, dan kan er staan Walnut en KB. Ja, dat lijkt me goed. Lijkt me dat mooi. Vind ik een goeie, hè? Ja. Oké, ik zet het voor jou op het takenbord. Wacht. Waarom moet ik het erbij? Moet ik helemaal naar boven klimmen? Zet er maar bij. Heb je nog een bord? Nee, maar deze kan weg. Ja, maar je hebt allemaal extra bordjes. Hier. Oh ja, meneer dat is gelukt. Meneer KB. Hartstikke idee. Boomtekst aanpassen. Zo. Oh, ik kan niet typen. Aanpassen. Boomtekst aanpassen. Mooi. Mooi gedaan. In codetaal. Ja. Ja. Hey, laten we even naar het bruggetje gaan. Ja, het is een heel simpel klein bruggetje. Maar klein bruggetje? Ja. Ik bouw een gigantisch standbeeld. Voor één, zeg maar, van de grondleggers van ons verhaal. Kom maar mee. Wat krijgen we hier? Maar het bruggetje is net zo oud als het standbeeld zelf. Ja? Dus ik heb hem oud laten lijken. Daarom is hij simpel, zeg maar. Het is een oud, simpel bruggetje. Gaan we via jouw basis? Ja, ik denk dat het snelst is. Dan kan je gelijk even kennis maken met agent 001. Agent 001? Oh, god. Agent 001. Ja, even kijken. Als het goed is, hier rechts... Oh, we zijn er nog niet, joh. We moeten nog veel verder. Agent 001? Agent 001. Ja, het is even belangrijk. Heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Moeten we de druk een beetje opvoeren? Waarom is het pad zo lang ineens? Dit is altijd al zo lang geweest. Langer voor die. Ja, kijk, hier. Hier hebben we agent 001. Huh? Wat is dit? Oh, ja, god. Die houdt gewoon even toezicht. Even in de gaten houden of dat allemaal goed gaat met piraten en paarden en zo. Hij is aan het liggen. Hij is niet toezicht aan het houden. Hij is letterlijk gewoon lekker op zijn kleedje aan het liggen. Jij was er niet, dus hij had even pauze. Steken, dat kan ik hem zeker af en toe even geven. Ja, je kan hem af en toe een beetje eten geven. Dus net als netjes een waterbakkie. Waterbakkie heeft. Kijk. Oh, hij heet ook echt agent. Hashtag 001. Ja. Het kan zomaar zijn. Het gaat aan het houden of zo. Het kan ook zomaar zijn dat, zeg maar, als het misgaat, dat er dan meer toezicht gehouden moet worden, dat er dan agent 002. Oh. Ja, het is helemaal aan jou hoe erg dat wordt natuurlijk. Kijk, het zijn drie cijfers, dus het kan in principe tot 999. Ik wil niet 999 honden hier hebben. Oh, moet ik zeggen, je hebt die armadillo-update komt eraan. Alleen, ik had liever de krab gewild. Ja, dat verhaal heb ik net zitten vertellen. Oh. Oké, nou, ik vind het op zich niet zo. Ik vind het leuk wel dat hier agent 001 is. Oh, dat is niet helemaal waar ik op hoopte, maar goed. Oh. Waar is Benny?
Weet ik niet. Benny. Ik weet ook niet waarom je steeds van je paard afgaat. Benny. Benny. Hallo? Benny. Kijk, dit is waarom ik Benny altijd kwijtraak. Benny. Hoe kan hij... Oh, hier is hij. Ik heb hem. Gelukkig. Ik heb hem. Kom maar, Benny. Oké, laten we naar het bruggetje gaan. Brug. Ik vind het wel leuk, agent. Dus zo daar. Ja, kijk, toch? Dit is trouwens, dit zijn mijn blokken. Allemaal, want hier komt mijn stal. Op deze locatie. Op het kruispunt naar de winkelverlijn, naar jouw plekje en naar mijn boot. Dat is wel een handige plek. Ja, gewoon een goed kruispunt hier. Ik ben erg benieuwd. Ik ben erg benieuwd. Maar eerst gaan we even doorrijden op mijn snelpaard. Het gaat echt heel langs. Ik moet elke keer stoppen. Ja, Benny was het ook wel bekend tegenwoordig als Bolle Benny. Omdat hij echt traag is. Ja. Ik denk volgende aflevering. Nee? Ja? Weet ik niet. Ligt eraan wanneer jouw video komt, wanneer mijn video komt. Dan komt, komen er nieuwe paarden. Beste Benny. Snellere paarden. Kijk, en daar komt hij. Hoppakee, daar is hij. Oh, is wel een mooi bruggetje. Ja, het is wel een leuk bruggetje. Ik heb hem wel gewoon even mijn best gedaan, maar meer dan dit kon ik ook niet doen, weet je. Ik had iets minder goeds verwacht. Dus je hebt me positief verrast. Kijk. Nee, ik dacht ik wilde eerst hout maken, maar ik dacht dat is weer zo typisch. Ja, weet dat, had ik gedacht, dat je van hout zou. Maar dit is veel beter. Ja, gewoon en is net zo oud als een standbeeld zelf. Het is ook mos overal en gras en weet ik veel wat allemaal als je eroverheen loopt. Ja, dit is cool. Ja, dat is cool. En nu is je cowboy-vriendelijk, dit land hier. Helemaal goed. Cowboy-vriendelijk, cowboy-vriendelijk land. Cowboy-vriendelijke brug. Het gaat hartstikke lekker. Ik wou net zeggen, we zijn goed bezig. Dan ga ik nu de stallen zelfs bouwen. En dan heb ik gewoon je taak volbracht. Dan kan ik ook het boekje teruggeven. Want dan trouwens... Nee, ik zou dat boekje bewaren. Oh, oké. Okay. Gewoon voor de zekerheid. Ja, maar als voor je dan zekerheid. Een keer denkt, weet je wat, ik ga nu mijn paarden klooien, dat je dan... Ja, agent 001 houdt me tegenwoordig in de gaten. En de gaten. Dus die kan alles zien. Ja, maar mooie brug. Ja, goed gelukt. Ik ben er blij mee. Ik ook. Helemaal leuk dit eigenlijk. Ik vind wel, zeg maar, nu hebben we dan dat beeld daar. Ja. Die ziet er van afstand ook goed uit. En we hebben een brug. Ja. Er moet natuurlijk nog iets gebeuren daar. Er moet daar nog meer gebeuren, bedoel je? Ja. Als ze een liedje zingen of iets bouwen? Weet je, zeg maar, tot zover ben ik. En dan verder moeten we dat misschien nog even een beetje laten sudderen. Ja, oké, dan moet daar nog iets gebeuren. Of het nou tot iets bouwen is, of wat jij nou graag wil, een liedje zingen of zo. Hoezo wil ik graag eens een liedje zingen? We zien het wel. Cowboys en piraten staan samen sterker. Even sudderen. Even sudderen. Hey, succes. Ja, ik was aan het choppen. Dus daar ga ik nu ook gewoon mee verder. Aan het choppen? Ik ging nu naar jouw winkel om allemaal fantastische houtproducten te kopen. Ja, misschien is hij nog leeg, maar dan moet je maar even kijken. Oh nee. Er is genoeg ook. Er is genoeg spruus en ook. En spruus. Mijn paard gaat er al vandoor. Die denkt, wordt het weer zo verhaal? Dat snap ik. Nou, heel goed. Mooie brug. Ik ga wel even kijken. En misschien klagen, maar dat zien we dan wel. Ja. Oké. Okay. Joejoe. Joejoe. Nou, meneer het varken, ik sla jou een keertje en dan gaan we snel door naar de paardenstal. Jongens, we hebben meneer KB enorm tevreden gemaakt met het bruggetje. Daar ben ik blij mee. Zo te zien is Rick ook weer online, dus dat betekent dat zijn nieuwe winkeltje. Want hier hebben jullie waarschijnlijk al een paar keer gezien. Ik zag er al een paar reacties over dat ik er nog niet geweest was. Maar dat kwam omdat hij nog niet open was. Maar ik gok dat Rick zijn winkeltje binnenkort ook al open gaat. Maar goed, jongens. Het is tijd om ons lieve paardje, gaan we niet hier zetten. Want ik denk dat hij dan heel irritant gaat zijn met die wortelen de hele tijd in mijn handen. Dus, zullen we hem anders hier zetten? Nee, we kunnen hem niet bij agent 001 zetten. We zetten hem gewoon hier even neer. Ik vind het wel leuk dat hier een hondje is. Ik ga nog een brokje geven. Of een brokje, een steekje hier. 1, 2, hoppakee, lekker voor jou. Wordt toezicht gehouden. Groetjes, meneer Cowboy. Ik vind het wel schattig. Maar puur omdat ik liever had gewild dat de krap had gewonnen met de mopvote. Vind ik het stom. Die stomme arme Dillo heeft gewonnen. Nu krijg je binnenkort in de volgende Minecraft update, krijgen we als het goed is, armor voor wolven. Ook wel heel leuk. Maar goed jongens, het is tijd om deze boompjes hier weg te hakken en om hier een prachtige paardenstal te bouwen. Ik denk dat ik ook heel veel van deze berg weg zou moeten hakken, omdat ik anders te weinig ruimte heb. Dat betekent ook dat mijn netherportal officieel ook verplaatst gaat worden, dat die weggaat hier. En dan moet ik daar nog even een tijdelijk nieuw plekje voor verzinnen. Of juist volgende aflevering gelijk een definitief nieuwe netherportal bouwen. Laat maar even weten in de reacties wat jullie denken. In ieder geval, tijd om aan de slag te gaan. De derde timelapse deze aflevering. Wat een volle aflevering tot nu toe. Veel plezier met kijken. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En dan nu...
daar zijn we weer. Jongens, we zijn klaar met de prachtige timelapse. En ik sta hier bij agent 001. En ik geef hem even hier een stukje vlees. Want dat vindt hij lekker. Oh, dat vind je zo lekker. De timelapse is klaar. En het resultaat is... Mwah. Jongens, de paardenstal is precies zoals ik hem had voorgesteld. We hebben hier Benny die klaar is om naar binnen te gaan. En we hebben hier de dochter van Benny die klaar is om naar binnen te gaan. Ik heb hier 1, 2, 3, 4... 5 stallen voor 5 verschillende paarden. Ik denk niet dat ik ooit echt veel meer dan 5 paarden ga krijgen. Dus ik vind het wel heel leuk om die paarden even een plekje te geven. Maar ik heb aan onze welbekende cowboy gevraagd of hij even langs kon komen. En een soort van paardenstalkeuring kon doen. Want ik heb natuurlijk van hem dat boekje gehad. En ik weet niet waar ik dat boekje heb gelaten. Ik denk echt... Oh, hier heb ik dat boekje gelaten. Kijk, er staat natuurlijk in dat hij zich zorgen maakt over de paarden. Dat hij geen locatie had en zo. En ik heb ervoor gezorgd dat ze hooi hebben. Ik heb ervoor gezorgd dat ze water hebben. Ze hebben gras. Ze hebben alles waar paarden... nodig hebben. Dus laten we even wachten op meneer KB tot hij langskomt. Dan gaat hij even een keuring doen. En dan mag hij ook beslissen welke paarden welke stalling krijgen. Dus laat ik even hier op het dak zitten van mijn stal. Zo, hoppakee, zitten we prachtig. En dan wachten we even op meneer KB. A few moments later. Hallo? Howdy! Howdy! Hallo! Hoi bedoel ik. Wat vond je van mijn entree? Dat was wel, moet ik zeggen, het leukste entree tot nu toe. Wat gebeurt hier? Ja, ik weet niet wat er af de laatste tijd met Benny aan de hand is. Normaal is het als ik een worteltje in mijn hand heb, maar dat heb ik op het moment niet eens. Hij is gewoon erg enthousiast dat hij eindelijk een huis heeft, denk ik. Nou, ik moet zeggen, ik werd ook enthousiast. Ik kreeg een berichtje van agent 001 dat er stallen zijn gebouwd. Ik doe hem hier bij, huppeteetjes. Ja, dat is helemaal prima. Misschien dat hij dan ook zo heel vrolijk wordt als je me daaraan zet. Ik weet echt niet wat er met Benny aan de hand is de laatste tijd. Het is echt absurd. Hij blijft alleen maar zo raar doen. Maar welkom. Ik geef je even een kleine rondleiding. Ja, dit is rondleiding. De nieuwe stallen. We hebben hier de bomen een beetje vervangen, rotsen geplaatst. Een beetje om de sfeer te komen van piraten natuurlijk. Ja ik zie het, ja. Inderdaad, piratenrotsen. Ja, piratenrotsen dit natuurlijk. Benny, wacht even hoor. Dit is echt... Ja, goed zo, rustig aan jongen. Ik weet dat je enthousiast bent, maar een hele verwachte. Kijk, ik heb 5 stallen in totaal. Dat betekent dat we 5 paarden kwijt kunnen hier. We hebben stal 1. Die beschikt over een waterbak. En die beschikt over wat hooibalen hier. Een beetje gras om in te grazen en zo. En ze kunnen ook naar buiten kijken. Ze kunnen naar binnen kijken. Net wat ze veilig vinden, weet je. Maar wat is dit? Wat? Ligt hier nou een beetje poep? Nee. Dat is... dat is eigenlijk gewoon hooi wat ondergeplast is en nu hard is. Oké, zullen we naar de volgende gaan? Ik wil volgende hier stal. Weg. Kijk, we hebben hier de binnenkant en ik heb voor de paarden hier een soort binnenpleintje. Binnenpleintje gekregen. Binnenpleintje. Oh! Kijk, dan is het een soort van alsof ze in een grot zijn. En dan hier hebben ze zeg maar ook weer met daken en zo. Dus het is een soort van pleintje-achtig idee is het, weet je? Even pokeren. Hier wilde ik zitten om... dan kunnen we met elkaar kletsen. Terwijl met de paarden... Stel, je komt hier nou een keertje... Wil je paard hier even kwijt? Kan je hier gewoon even kletsen, even wachten, weet ik wat. Wat je wil, weet je? Als er dingen even moeten sudderen. Als er dingen even moeten sudderen. Dan ga je gewoon hier zitten. En dan ga je sudderen. Kijk je naar de paarden. En dan sudder je helemaal paarden suddervlees. Nee! Nee. Oh, dat wilde je niet. Ik was net zo blij dat je stal had gemaakt. Ga je dit soort dingen zeggen? Ja, dan hebben we hier stal 2. Dit is een binnenstal. Ik heb overal... Nee, dit zijn juist, zeg maar, die hou ik leeg nog. Zodra de paarden komen, kan ik de paardennamen erop zetten. Oh, zo, weet je? Ik denk dit is stal 2, dit is voor 2, de paardennamen. Hier hebben we stal 3. Nee, dit is gewoon de volgorde dat ik het laat zien. Ga je even goed stal 1 hier zetten? Ja. Oké, hier is stal 2. Stalletje nummer 3. 3, dezelfde. Ja, zie je, anders raak je de tel kwijt. Eigenlijk moet dit stal 2 zijn. Deze is wel net aan de krappe kant. Heb je hem getest trouwens? Het kan zijn dat paarden kunnen ontsnappen hier. Ja, maar ik ga ze sowieso vastzetten elke keer aan een touwtje als ze erin staan. Gewoon voor de zekerheid. Nee, dat mag niet. Nee. Oh ja, dan heb ik het niet getest. Maar paarden die staan lang, dus ja, die gaat hier kunnen ontsnappen. Ja, ik denk, misschien weet je, wel. Maar het duurt toch nog wel even voordat deze... Dit is zeg maar 4, zo. En dan zet dit... je hetzelfde erop, dat is leuk om te zien. Is 5. En dit is 2. Zo, hier, kijk, dit is stal 2, deze. Huh? Ja, maar dit is stal 2! Nee, dit is stal 5 vanaf nu. Nee. Hè? Kijk, we moeten even van buiten, want dat is de onduidelijkheid. Ik heb er niks meer van, maar dat is goed. Je komt hier aan, dit is stal 1. Hier. Waar kom je aan? Hier, vanaf hier. Dit is stal 1. Ja. Dan heb je doorlopend stal 2. Dan loop je hier door. Dit is stal 3. Hey, kijk, ligt hier allemaal hooi op de grond. Ja, dit is lekker, zodat ze als ze komen buiten, kunnen ze nog even snel een maaltijdje nemen voordat ze weggaan, weet je. Even snelle snack. Even snelle snack. Hier hebben we stal 3. Maar kijk, vooral is dit een normale ingang, maar ik dacht hier hebben we een leuke toeristische ingang zo, weet je, naar binnen ook. En dit is de officiële ingang dan, dit? En ja, ligt eraan van welke kant je komt. Maar dit is inderdaad de ingang gewoon de stal in, inderdaad. Als je niet met een paard komt, weet je. Dit is gewoon lopend de stal in. Maar ik vind dit wel echt heel erg mooi.
Ja, dat is leuk, hè? Als je hier zo... Dit is mijn favoriete entree. Ja, dat je gewoon hier zo binnenkomt zo en dan ben je in de stal en dan over die bordjes en je kan je lekker zitten om te sudderen. Lekker met je paarden knuffelen. Lekker met paarden. Beetje boven ligt de hooi voorraad. Daarboven. Oh ja, kijk dan toch eens eventjes. Ja, ik heb genoeg hooi voor ze. Ik heb over alles nagedacht. Maar jij mag kiezen, vind ik, welk paard welke stal krijgt. Ik wil ook één gastenstal eigenlijk maken. Dus misschien is dit wel de gastenstal. Maar als ik langskom. Nou, die zou ik een beetje vooraan doen eigenlijk. Ik zou hier de... Ja, de hoek kan ook wel. Ja, maar deze is zo veilig. We kunnen ook wel de hoek doen hier. Alleen dan kom je nooit echt binnen. Er is zeg maar geen... Ja, maar dat dit zou ik juist doen. Dat zou ik juist doen. Ja. Wat? Hier de gastenstal van maken. Die is ook lekker ruim ook. Ja, dat is lekker ruim, hè. Maar hier kunnen ze ook gewoon zo ontsnappen waarschijnlijk. Ja, daar paarden. Moet je nog een beetje aan werken. Ja, daar moet ik nog even op letten. Ik laat agent 001 nog wel even zitten. Maar is hij goedgekeurd wel? Ja. Of... Zeker. Ja, als echte cowboy met je cowboy. Ja, je moet er wel nog even zorgen dat hij veilig is. Maar ziet er goed uit. Ja, dat ze niet kunnen ontsnappen. Ja. Ja, hè? Ja, ja, ik heb mijn best gedaan. En het bruggetje. En ik heb mijn schierijlen al. Het is gewoon één succesvolle dag vandaag voor mij. Ik ben trots op je. Dank je wel. Ik heb ook vandaag over je geklaagd. Echt? Ik heb zoveel gedaan. Zoveel namens jou. Hier heb je boekje trouwens. Wat, wil je die niet bewaren? Het boekje? Ja, jawel trouwens. Ik zou hem bewaren. Ik zou hem in de stal hangen. Oh, ik zie de... Oh, jemig. Ik word bij het lightning per ongeluk boos gemaakt. Oh. Sorry. Ja, ik zou hem bewaren. Ik hang hem in de stal. In de stallen? Ja, dat zou ik doen. Heb ik wel een lectern even nodig? Ja, een itemframe. Wacht, ik heb wel een itemframe, denk ik. Echt? Ja, ik even kijken. Ja, ik ben met een geheime missie bezig. Ik heb een extreem geheime missie. Oh, mag ik in het ding? Nee, mag ik niet in kijken, zeker? Nee. Oh, maar kijk, dan wat ik dan kan doen, kan ik hem op een tafel... Ik moet wel pakken. Kan ik hem op een tafeltje leggen. Juist! En dan altijd als ze daar aan het sudderen zijn... Is dit word je eraan herinnerd van, oh ja, maar ik kan alles. Ik kan alles, want ik kreeg klachten en ik heb het verholpen. Ja. Ik heb een stal gebouwd voor de paarden. Maar kan je alle klachten verhelpen? Ik kan niet mijn houtwinkel bijvullen. Ik heb weer de hele middag hout zitten hakken. Ik weet het. Maar ik ga daar even over zitten sudderen. Over de oplossing. Ga jij voor daar die even houtwinkel over sudderen? Hartstikke mooie stal. Dank je wel. Daar gastenstal van maken. Benny moet in stal nummer 1. En Benny's dochter in 2, denk ik dan, hè? Dit is stal 1, toch? Misschien moet je ze samen doen. Anders dan ga je ze apart houden van elkaar. Ja, oké. Okay. Ik zat te denken aan de naam Debbie. Of zo. Oh! Benny, de beruchte piratenbaas. En Debbie, de dame. Oh! Prachtig. Ja, hè? Ja. 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 Laten we even naar kijken. Gekeurd. Stal is goed gekeurd. Daar ben ik heel mooie blij mee. Dan ga ik maken, de paarden nu maken, paardenplekje geven en is mooi. Ga ik even sudderen hier met het boekje zo. Sudderen om het boekje. Dan ga ik weer verder, denk ik. Is goed. Je hoed staat je echt goed. Ja, mooi. Is een mooie hoed. Staat je echt goed. Dat is echt een mooie hoed. Check nog even bij de agent. En dan ben ik weer vandoor. Is goed. Okay. Ik heb hem net naar eten gegeven. Goed zo. Nou, sudder ze. Dankjewel. Adios, amigos. Adios. Ik bedoel, ahoy, cowboy. Nou, goed nieuws, jongens. De paardenstal is goedgekeurd door meneer Cowboy. Dus praten is moeilijk. Laten we dan even onze twee lieve paarden hier lokken met een dingetje zo. Kom maar, jongens. Hoppakee, moet ik oppassen dat ik ze niet per ongeluk laat breeden. Want het zijn vader en dochter. En dat is wel heel raar. Kom maar binnen. Jij ook, dochter van Benny. Dochter van Benny, goed zo. Dan ga ik jullie helaas alleen geen wortel geven. Want nogmaals, anders gaan ze waarschijnlijk gekke dingetjes doen. En dat wil ik niet helemaal. Ik ben alleen bang. Kan jij hier doorheen? Ik denk het niet, hè, want er staat een fence hier. Kijk ze nou gezellig met z'n tweeën staan. Ik ga ze wel even allebei een andere stal geven. Toch wel. Toch wel. Puur omdat ze dan privé hebben. Hebben ze hun eigen stal. Weet ik wat allemaal. Dat voelt toch even wat fijner. Zo. En dan voelt de paardenstal gewoon wat meer gevuld. Kijk nou hoe leuk dit eruit ziet, jongens. Er staan gewoon paarden in mijn stal. Precies waar hij voor gemaakt is. En hij wordt ook gewoon nog zo benut. Dat vind ik nou heel leuk. Dan doen we hier een lead in. Dan doen we hier een lead in. Daarom heb ik die barrels hieronder geplaatst. Ik vond het mooie details voor onderop. En het kon ook nog eens goede plekken zijn voor mijn leads. Kijk, Benny gaat gelijk uit de waterbak drinken. Ik ben trots op je, Benny. Goed bezig. Zetten we hier op. Stal 1. Benny. Zetten we hier op. Stal 2. Debbie. Zo, hoppakee. En dan gaan we even wat kleurtjes pakken. Even kijken hoor. Ik heb hier kleurtjes. En ik denk dat oranje wel een goede kleur is. Of groen. Of blauw. Of cyan. Ik neem het allemaal even mee om te kijken wat de mooie kleuren gaan zijn. Zo, hoppakee. Ik denk namelijk dat groen nog wel een mooie kleur kan zijn. Omdat het een beetje een rustige toon geeft. Maar blauw, dat matcht daarentegen weer mooi met het dak. En oranje is gewoon mooi, een beetje net zoals met het hout. Dus we gaan even kijken. Oh, bruin! Oh, het had bruin moeten zijn. Oh, bruine dye. Heb ik dat nog? Wacht. Okay, laten we het eerst kleur geven. Dan kijken we even wat groen doet. Oeh, groen vind ik... Nee, dit moet bruin zijn. Ik zie het nu al. Kijk, maar oranje gaat ook niet mooi zijn. Op zich. En blauw... Blauw matcht wel met het dak. Oeh, blauw matcht met het dak. Dat vind ik wel leuk. Oeh. Huh? Ik had toch 2 glow... Oh, die heb ik erop gedaan. Laat maar. Oké, sorry. Oké, blauw is op zich ook wel mooi, jongens. Ik denk dat ik het voor nu even op blauwe dye hou.
Stal 1 Benny en stal 2 Debbie. Moeten we alleen nog even name tag met Debbie erop zetten. En ik denk niet dat ik die heb. We kunnen altijd even kijken. Oh, misschien heb ik die in dit huis liggen. Want af en toe op de farm. Oeh, dat ging net dan goed. Af en toe vis ik wat dingetjes op. En die leg ik dan allemaal hier neer. En soms zit daar wel zijn name tag tussen, maar niet nu. Wel een pistool. Er zit wel een revolver tussen. Maar geen name tag. Oké, jammer. Oké, bruine dye heb ik wel. Dan wil ik toch nog even kijken of bruine dye niet gewoon mooier is. Wat kan ik ook weer nog meer... Oh ja, name tag. Wat kan ik ook weer nog meer halen? Maar name tag heb ik denk ik helaas niet meer. Oeh, wel heel veel leads. Die ga ik even meenemen naar mijn stal. Oké, de name tag moet dan nog maar even wachten tot we een nieuwe hebben. Ik hoop dat die ooit misschien een keer verkocht wordt. Of die wordt trouwens verkocht bij de wijze L. Wacht eens even. Ploppen we toch nog even bruin erop. Ja, bruin is zoveel beter. Bruin dan... Kijk, dat blauwe was mooi. Maar dit is gewoon iets rustiger. Dat blauwe was wel heel heftig. En nu heb je gewoon netjes hier staan. Stal 1, Benny. Stal 2, Debbie. En dan springt het... Praten is moeilijk. Dan is het gelijk niet zo fel voor je ogen. Ook al heb ik maar één oog. Doe overal even een mooi 3 leads in. Zo, hoppakee. Dan worden hier... Zo, maar maak er gewoon gelijk meer van. Benny, ik neem je trouwens heel even mee, want ik wil even kijken of er nametags worden verkocht bij de Wijze L. Dus gaan we heel even snel langs de winkelvallei. En daar zal je hem hebben, de Ozo Wijze L. Even koekeloeren hoor. Verkopen zij ook toevallig nametags? Volgens mij wel, toch? Ik dacht van wel. Nee, niet. Ik dacht echt dat zij ook nametags verkochten. Heb ik dat gewoon helemaal verkeerd onthouden? Dat is apart. Ik dacht dat ze dat ook verkochten. En volgens mij verkoopt niemand anders nametags, toch? Even denken hoor. Nee, helemaal niemand verkoopt nametags. Dit vind ik jammer, jongens. Ook niet hier toevallig. In de Shulkerbox winkel. Barrels, maar geen nametags, helaas. Dan gaan we maar weer snel terug naar huis. Goed, dan zetten we Benny gelijk weer op zijn nieuwe plekje waar hij thuis hoort, jongens. Oh, dit ben ik zo blij mee. Dan krijgt hij een worteltje van me, omdat hij zich goed heeft gedragen. Ik ben trots op je, Benny. Ik ben heel trots op je. Ook op jou, Debbie, maar jij moet je nametag nog even krijgen. Alleen die konden we helaas niet kopen. En ik dacht van wel. Maar goed, jongens. Dit is alles waar ik tijd voor vandaag voor heb. Ik ben heel tevreden met het resultaat. We hebben een prachtige stal gebouwd hier. We hebben een brug gebouwd bij kapitein Bruinbaard daar. Die kan hem alleen vanaf hier net niet zien, de brug. Maar ongeveer daar ergens zit een brug. En we hebben helemaal aan het begin van de aflevering natuurlijk. Je zou het bijna vergeten. Maar we hebben het water bij de Schiereilanden door laten lopen. Allemaal in één aflevering. Ik noem dat een succesvolle aflevering. In de volgende aflevering heb ik ook weer heel veel leuke nieuwe dingen voor jullie gepland. Dus kijk zeker de volgende aflevering. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Vond je het nou zo leuk? Kijk dan ook eventjes gewoon deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien? Hier heb ik een hele grote boom gebouwd. Het is een hele leuke video om even te kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer.